Dan gaan we naar de jeugd van Ajax. De A1 speelde afgelopen week de halve finale van de beker tegen Vitesse A1 op Papendal. Met dank aan Vitesse TV voor de beelden. Ajax krijgt een vrije trap in de eerste helft. Achter de bal staat dan Abdellah Nouri. Hij samen met Vaslav Tcherny erbij. De toppers van de A-jeugd. En Nouri maakt de 1-0. Een prima vrije trap van de kleine aanvoerder, de kleine spelverdeler. 3 dagen na de knappe overwinning van Ajax in Lyon in de Youth League. Nu dus op voorsprong tegen Vitesse, dat dit seizoen een angstgegner is voor Ajax A1. 2 keer won het al. Op de toekomst met 3-1 en ook op Papendal eerder dit seizoen won Vitesse. Maar het wordt 2-0 voor Ajax. Na rust een goede uittrap van de doelman. En dan is Sierhuis sterk en doeltreffend. Sierhuis die zo ongelooflijk veel scoort dit seizoen. Hij nam de plek weer over van Dolberg die geblesseerd raakte in Lyon. Dan krijgt Vitesse een enigszins makkelijke penalty. Tegenover Jeffrey de Lange staat Kai Korenyuk en Korenyuk maakt er 2-1 van. En dan maakt Vitesse haast in de slotfase van de wedstrijd. Je voelt het al aankomen. Vitesse drukt, pompt elke bal erin. Ajax krijgt hem moeilijk weg. Het gaat over rechts nu. Verdediger mee opgekomen op de achterlijn, trekt hem voor en dan is het hier 2-2. Weer Korenyuk. En zo bikkelt Vitesse zich terug in deze wedstrijd en moeten penalties uiteindelijk de beslissing gaan brengen. Wie gaat er door naar de finale van de beker? Ajax of Vitesse? Het staat 5-5. Vitesse heeft gescoord en dan is het Matthijs de Ligt die de slemiel van de wedstrijd wordt. De Ligt mist de penalty. En zo gaat Vitesse door naar de finale van de beker voor A-junioren. Een domper voor Ajax dat internationaal zo goed presteert, maar nationaal moeilijke weken kent. In de competitie al 3 wedstrijden op rij niet gewonnen en nu ook uitgeschakeld in de beker. Morgenavond, woensdag, speelt Ajax A1 uit bij AZ de koploper. Een zeer belangrijke competitiewedstrijd. En die wedstrijd is live te volgen op ajax.nl.